Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door EJ Music TV. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. Welkom bij wederom een aflevering van Clip en Klaar. Ik richt me eerst even tot de familie Visser. Die reageerde namelijk via mijn website www.eriktv.nl. En die zeiden, hey Erik, is het niet zo dat jij altijd je programma opent met wederom een aflevering van Clip en Klaar? Ja, dat klopt, lieve familie Visser. Inderdaad, zo open ik altijd. Maar dat komt eigenlijk omdat ik niet echt een andere originele opening heb voor dit programma. Want het is namelijk wederom een aflevering van Clip en Klaar. Heb jij nou wel suggesties voor een leuke opening van dit programma? Een leuke openingszin? Dus een leuke one-liner. Laat dat dan even weten via diezelfde website. Zet het weer het gastenboek of stuur even een mailtje. www.eriktv.nl. Kortom, om een lang verhaal nog langer te maken. Dit is een nieuwe aflevering van Clip en Klaar. En ik sta hier in het plaatsje Westerhoven. Iets ten zuiden van Valkensweert. Zoals een medewerker Tim van mij altijd zegt. Hè? Valkensweert is het, Tim? Valkensweert. En daar in dat ten zuiden van dat plaatsje, daar zit dus het plaatsje Westerhoven. En daar is een heel mooi snowcenter, Snowcenter Montana. Ik heb hier een afspraak met de Zware Jongens featuring DJ Daroon. Omdat zij volgens mij de apres-ski hit hebben van dit seizoen. Weliswaar samen met Arno Lauwers, die ook een geweldige plaat gemaakt heeft, Rollen in de Sneeuw. Dat heb je een paar weken geleden kunnen zien. Maar zij hebben ook zeker een hele grote hit, de Jodel Jump. Zij hebben die Jodel Jump samen gemaakt met een jodelaar uit België, dat is Frans. Frans, de Belgische jodelaar. Kortom, ik ga ze allemaal ontmoeten hier zo in Montana Snow Center. En we gaan een prachtige clip maken voor die Jodel Jump. Kijk maar mee. I never worked a day in my life. Hold a little of the lady, 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 too. Boom. Mijn naam is Fokko. En mijn collega... Ja, nee, jij zou zeggen mijn naam is Fokko van de Zware Jongens. Nou, dat is goed voor de bloepers. Mijn naam is Fokko en ik zit bij de Zware Jongens. En dit is mijn collega. Die zit ook bij de Zware Jongens en mijn naam is Arie. En we zijn hier bezig met het maken van de videoclip voor de Jodel Jump, onze nieuwe grote hit. En dat doen we onder leiding van de heer Erik Diekep. Bekend van Opsporing Verzocht. Het was een idee van de vriendin van Ronald, van DJ Daroon. Ik had de Sound of Music gezien. En dat vond ik zo'n leuk liedje. Ik denk, dat moeten we wel mee gaan doen. En toen heeft ze een klein tekstje geschreven op die plaat. En alleen hij was niet helemaal af. En op een gegeven moment toen zijn we eigenlijk de studio ingegaan. En ja, uiteindelijk is het geworden zoals hij geworden is. Op een gegeven moment hebben we de Hoempa Hoempa bij gedaan. En je zocht er natuurlijk een paar goede feestartiesten bij. Nou ja, je ziet het. Dat zijn wij geworden. Ja. Wij hebben eerder hitjes gemaakt of hitjes gescoord. Anton Austerol was een hele bekende. Stil aan de Overkant was ook een hele grote. Worst, 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 bekend van de reclame. Het is niet worst, worst, worst. Ik dans nog met die. Oh, die was ik alweer vergeten. Ja, maar dat is ook een heel leuk liedje. Vorig jaar hadden we nog Alles heeft een einde en een worst wel twee. Mijn aandeel in het project is dat ik samen met Waylon en met Chantal deze plaat helemaal gemaakt heb. De Jodel Jump tot één geheel heb gemaakt, zeg maar. Nou, wij zijn natuurlijk een indoor skihal waar je natuurlijk zelf lekker vrij kunt skiën of snowboarden. Maar daarnaast doen we ook heel veel in lessen. We geven veel introductielessen. Maar daarnaast ook echt cursussen om gewoon echt goed te leren skiën en snowboarden. Om ter voorbereiding op de wintersport. Ja, bij Montana Snow Center. En dat is heel erg leuk. Want ik heb daar gewerkt. Met mijn ex-collega's, die staan hier ook allemaal, die waren allemaal aan het kijken. We hebben heel erg goed voor ons gezorgd, want het was hier heel erg gezellig. Dat vind ik wel heel toppie. Ja. We hebben alles mogen doen hier, we hebben de tent af mogen breken, we hebben alles verplaatst. Dus daar kan ik allemaal weer netjes terugzetten. Maar dat was wel heel super, ja.
Ja, ik was met de clip bezig en ja, ik kreeg opdracht van de regie, van de regieassistenten of van de regisseur, ik weet het niet precies meer. Met het sleetje naar boven met de skilift, maar helaas, ik ben in de sneeuw terechtgekomen. En helemaal verkleumd ben ik maar aan de glühwein gegaan. Dat is wel te merken, ja. Jallari jallari ja, oh, jallari jallari toe, jallari jallari ja, oh, jallari jallari toe. Wij konden niet jodelen. Dus ja, dan heb je iemand nodig die kan jodelen. Nou, jodelaars zijn er niet erg veel. En ik had Frans ooit gezien met een talentenjacht. En even wat vrienden ingeschakeld. En toen had ik Frans binnen no time zeg maar, opgespoord in België. En Frans wilde graag meewerken. Dus nou, een ontzettend leuke samenwerking uit voortgekomen, zeg maar. Nee, er zijn er niet veel die dat kunnen. Hè. Er zijn er niet veel die dat kunnen. Ik zing wel eens wel. Mijn favoriete nummer is eigenlijk een Engels jodelnummer. Je tot me houdt de jodel. Daar ben ik mee begonnen, maar nu zing ik al eindelijk zelf gemaakt. Al één zelf geschreven jodelnummer. En dan nog eentje van Bobby aan het schoepen en zo. Dus dan zijn er een paar. Nou, omdat het een fantastische jodelaar is. Hij want to cross to Switzerland, where all the jodelers be. Is right to learn to jodel, my yo jodel idolity. I climbed the big white mountains on a clear sunny day. And there's a jodeling girl above a little Swiss lay. No, she taught me how to jodel, jodel rutti. Will jodel rutti, will yo jodel idolity. Now this is how to jodel, jodel rutti, hey, jodel rutti, holy hurry. Oh, jodel, 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 jodel. Ik kan zelf niet jumpen, maar ik heb wel heel veel jumpen gezien, dus misschien dat ik het een keer moet gaan proberen, maar ik ben ook een beetje stijf om heel eerlijk te zijn, dus stijve DJ. Ja, met de nieuwe technieken van tegenwoordig en die nieuwe cd-spelers kun je leuke trucjes uithalen, dan kun je ze ook met scratchen, daar kun je van alles mee doen. En ik draai zelf ja, 2-3 keer in de week ben ik al in het land op pad om bedrijfsfeesten, discotheken, kroegen, ja, noem maar op. Heel allround doe ik allerlei feesten draaien. We zijn in begin maart zijn we in België geweest, in Halle. Daar hebben we opgetreden op het plein en daar bleek de jodeljump een gigantische hit te zijn. Toen hebben we tegen onze chauffeur gezegd, Piet, pak je fototoestel en maak een filmpje van dit gebeuren. En dat filmpje... Dat okay, laten jullie zien. Dat filmpje laten we nu zien, hierboven in beeld. Het is niet een professioneel filmpje van Erik Diekep, maar het is van onze chauffeur Piet Riet. Piet Riet. Hier is hij live in Halle. De zware jongens met de jodeljum. Nou, mooi of niet? Eigenlijk van alles. Heidi, sleeende Heidi, chocomel rondbrengende Heidi, danseresje Heidi. Ja, eigenlijk de Heidi van het Brabantse land.